is dat de bedoeling van wat we tussen samen misschien proberen te doen van het voorbeeld? Zeg van oké, zo eenvoudig kan je een gedicht. Ik ben een kunstenaar en ik zeg dit is een kunstwerk, het is een gedicht. Jij hebt nu een eigen nieuw werk gecreëerd op basis van een boek van Michel Houellebecq. Ja. Wat eigenlijk volledig door eenvoudig erin te snijden toch helemaal van zijn oorspronkelijke identiteit ontdaan is. Ja. Bovendien is het vertaald. Dus ja, eigenlijk was van het oorspronkelijke werk van Michel helemaal niks meer terug te vinden. Ja, dat klopt. En denk je dat dat ook de bedoeling is? Waarom? Want je had ook bijvoorbeeld, wat je nu doet is dat je een boek neemt. Je neemt de klemmen mee en je pakt het mesje en je gaat het aansnijden. Ja. Maar dat had je ook bijvoorbeeld niet voor kunnen doen. Ja. Of thuis. En je had ook met dit boekje zo weer aan kunnen komen. Toch heb je daar niet voor gekozen. Hè? Kan je maar uitleggen waarom je het toch hier doet en niet vooraf bijvoorbeeld? Of buiten de zogenaamde toeschouwer die dat ziet? Ja, voor mij is het ook eenheid. Het hoort bij elkaar. Ik vind zelf het moment van het aansnijden heel interessant. Het heeft wel iets wat jij nou net zegt, hè, van Houellebecq. Dit staat nou ver van het oorspronkelijke werk in zekere zin. En het heeft misschien wel iets ontheiligends, maar... Het heeft altijd iets agressiefs natuurlijk. Door die zin dat je snijdt een werk met een mes aan stukken. Ik bedoel, het is een grote oplage geproduceerd, dus in die zin zal Michel er geen trouwe plaat. Nee. Maar zou je dit ook kunnen hebben gedaan in het tijdperk voordat de boek door kunst ontstaat? Ja? Dat gaat best wel ver, dat denk ik. Ik denk dat het dan heel anders zou voelen. Maar het is in zekere zin een aanval op taal. Een aanval op het feit dat taal zeg maar, gebruikt kan worden om concepten over te brengen en om te vormen, om de cultuur over te dragen. En in zekere zin is het misschien wel symbolisch om later de boeken van de grote oplagen. Maar het heeft toch wel een soort betekenis.